oh, wat was ik vandaag lekker bezig. Ik was klaar met werken. En op het moment loop ik de winkel uit. En ik vergeet mijn portemonnee. Dat is één. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Net onder de douche vandaan. Heerlijk gedoucht. En wat gaan we vandaag een leuke weer duidelijke dag van maken. En dat is sowieso dat twee mensen langskomen. Maar wie ga ik nog niet zeggen. Wie het zijn ook niet. En dan gaan we nu lekker een bakje koffie maken ook. Dus laten we dat sowieso even doen. Ja, ik heb wel even lekker kijken in een bakje koffie in ieder geval. En gaan we lekker rondrijden open maken. Kijk wat er voor werk het is buiten. Nou, in ieder geval donker zo te zien. Ja, maar dat was wel logisch eigenlijk dat het buiten nog donker was. Ja, dan ga ik nu maar even lekker een bakje zetten. En even mijn haren doen denk ik. Dat moet ook even gebeuren natuurlijk. En dan kijken of ik alles erbij ben, of ik klaar voor ben. Ik ben in ieder geval wel klaar om te werken. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. En dan heb ik lekker weekend. Dat wisten jullie al. Dus laat me maar even lekker. Oh, wat was ik vandaag lekker bezig. Ik was klaar met werken. En op het moment loop ik de winkel uit. En ik vergeet mijn portemonnee. Dat is één. En daarna vergat ik nog mijn camera. Dat is de allerergste. Hoe kan ik mijn camera vergeten? Wauw. Maar ik heb even lekker heerlijk twee wasjes nu aanstaan. En dan ga ik klaarmaken om nu om dadelijk over hoe laat is het weet ik nog niet, maar dan richting station te gaan. Dus we gaan dan wel even zien hoe laat dat gaat worden. En in ieder geval lekker heerlijk. Ik heb het net wel uitgedaan, maar even mijn heerlijke bed opgemaakt. Even lekker heerlijk. Dit doe ik elke week voor de weekend meestal. Soms vergeet ik het en dan doe ik het maandag. Maar dat dit keer was ik het niet vergeten namelijk. En dan dacht ik, nou, dat ga ik nu even doen. Nu maar dadelijk klaarmaken. Om even, mensen nu even lekker bijkomen van het werken. En ik zei, ik dacht al van mijn, de eerste keer toen ik mijn portemonnee al vergat. Ik dacht, ja, zei mijn collega al van, heb je nu alles? En ik zeg dan letterlijk, ja. Maar nou, een paar minuten later. Oh, wacht, mijn camera vergeet ik. Ja, maar echt onhandig voor mij. Maar ja, kan gebeuren. Dat wil iedereen al eens. Maar ik dacht echt in mezelf ook van... ik vergeet me ook een kop ook nog eens. En ik ben eigenlijk wel benieuwd... hoe laat diegene komt. Twee personen. Ik kan natuurlijk aangeven dat twee personen... vandaag nu gaan komen. Maar... eentje weet ik wel. Het is einde van de middag. Waarschijnlijk dat ze allebei einde van de middag komen. Maar dat weet ik nog niet 100% zeker. Ik heb wat spullen naar boven gesjouwd. En dat zijn kerstspullen alvast. Want er gaat morgen iets ermee gebeuren. En wat ik ook ga doen. Ik ga iemand ophalen bij het station. En jullie gaan zo meteen zien wie dat is. Tussen tijd ga ik even wachten op. Ga ik even dat. In ieder geval morgen dat in elkaar zetten. En nu richten. Mensen, even met Rick dadelijk even. Weg en dan ga ik naar het station. Zo, wij zijn nu richting het Galopplein aan het lopen. Want we gaan even naar de supermarkt. We gaan even wat dingen halen. En we gaan waarschijnlijk even een beetje tijd rekken. Want 42 ga ik iemand ophalen bij het station. En dan ga je jullie zo meteen wel zien. En nu even in ieder geval naar de supermarkt toe, wat ik al zei. Ik zei al dat ik erheen ging, maar nu ben ik nu dus eigenlijk onderweg. Wow. Dus we gaan even kijken. Ga ik even wat lekkers halen. Voor vanavond en dan richting John en ik ben samen met Puls hier Puls. Dus dan gaan we nu moet ik al zei richting Goudplein. Wij gaan nu richting John toe en gaan wij iemand ophalen wat ik al zei en het is nog deze verrassing wie het is. Dus we zijn net het wezen winkelen om zo te zeggen. Nu gaan we richting station. En gaan we iemand ophalen wat ik al zei. En wie, dat gaan jullie zo meteen wel zien nogmaals. En dus gaan we zo meteen even kijken. Ik ben benieuwd of jullie kunnen raden
wie ik ga ophalen. Want daar ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Dus dat gaan we jullie wel zo zien. Laat maar weten in de reactie wie jullie denken. Oh, we hebben een minister zingend gekeken. En wat was het ongelooflijk spannend. En tussentijd is mijn bedding nu gekomen. En Rick is er gezellig geweest om mee eten. Het was super, super gezellig. En zoals jullie zien heb ik al kerstspullen meegenomen naar boven. Dus we worden dadelijk allemaal even opbouwen en zo. Optuigen om zo te zeggen. En wat ik ook nu ga doen is lekker slapen. En Ganya gaat niet aan de koelkast zitten krabben. Dankjewel. En dan ga ik nu lekker gordijn dicht doen en dan lekker slapen. Wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blauw duimpje omhoog. Ik zit tussentijd gordijn dicht te doen. Als je wilt doen. Zo. En dan ga ik lekker slapen. Dus nogmaals, iedereen bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo even blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je minder abonneert. En zeg ik hierbij later. Ik heb het trouwens al lekker gegeten en ik ben nu bij Pils aangekomen. Hey Pils. Plagen mag het best wel niet. Maar het is hard.